vind een combinatie van veel verschillende nationaliteiten in de hardcore-scene toch wel vergevorderd is, vind ik wel interessant. Zowel de Nederlanders voornamelijk dan, als ook Amerikanen en België dan, zeker. Volgens mij geeft dat de ideale mix voor een evenement als Nightmare. De scene is eigenlijk al redelijk veranderd de laatste 2 jaar, omdat er toch veel evenementen zijn in België, zoals bijvoorbeeld een Reverse of een Bassleader, die dan toch het brede publiek aanspreken, maar waar toch heel veel hardcore publiek is. En de hardcore area zit ook altijd gelijk vol, dus in dat opzicht is de hardcore scene al erg veranderd de laatste jaren, terwijl het 5 jaar terug toch vrij mager was in België op hardcore gebied. Ik merk wel dat er heel veel Belgen tegenwoordig ook de Nederlandse feesten afschuimen. Dat wordt meer en meer en meer. En ja, ze zullen dan toch ook eigenlijk de kwaliteit die hier in Nederland geboden wordt aan de mensen, zullen ze dan toch ook wel in België stilaan willen. En ik veronderstel dat men in België ook naar een hoger niveau gaat op het gebied van evenementen. 25% rage. 50% volume. 75%. Nee, niet echt. Ik denk, je zit in het zuiden van België, zit je vooral met de mensen die toch wel iets meer van die industriële dingen houden, omdat ze ook meer richting Frankrijk zitten. Verder vinden ze eigenlijk de mainstream hardcore zoals die in Nederland en in Italië is toch wel het belangrijkste zijn. Eigenlijk heeft België vrij weinig hardcore producers. Ik denk dat er maar een paar zijn, maximum 5 of 6. Dan houdt het ook op. Ja, pakt 19 uur per dag werken en 4 uur slapen, want ik werk dan ook nog door de week. Dan ook nog muziek erbij. En, het is dikwijls laat, 2-3 uur 's nachts, 7 uur terug beginnen werken. Dus. Toen ik 11 jaar was, toen had ik eigenlijk al een vrij zware stem voor mijn leeftijd toen. Toen kon ik ook op een lokaal radiostation draaien. En toen was het eigenlijk net een beetje die periode dat acid in was. En dan de new beat die dan toch vooral uit België kwam. En daarop volgde dan ook een beetje de hardcore. En, ja, het is eigenlijk allemaal een beetje stilletjes aangebeurd. Dan ben ik ook in Club X beginnen draaien op mijn 16. Als je die muziek nu hoort, is het misschien niet echt hardcore meer voor de mensen die nu van hardcore houden, maar zo ben ik er een beetje in gerold. Ja, wat gaat er doorheen? Dat was een kippenvel moment, hè. Dat is altijd wel leuk natuurlijk, en zeker als buitenlander dan. Ja, ik vind het nog altijd schitterend en we gaan er proberen ons best voor te doen. Ik hoop, heel gezellig, ik denk ook wel dat de line-up daar een beetje naartoe gericht is om zoveel mogelijk verschillende early rave mensen te bereiken, want je hebt ook in early rave toch een verschillend publiek. En ik denk dat we daarin geslaagd zijn met onder andere een Club X-set van DJ Rob en MC Joe samen met mij dan. Maar dan ook Omar Santana, die dan toch een andere visie heeft op early rave. Dan hebben we ook nog Bounty Hunter, Yves de Ruiter, die dan toch weer iets meer bonsai gericht zijn. Dat is toch ook weer. Ik hoop dat het een gezellige bende wordt met allemaal verschillende early rave stijlen eigenlijk. Ik hoop dat jullie allemaal aanwezig zijn op 5 december in de Ahoy in Rotterdam. Zeker ook de Belgen, waar ik bijna zeker van ben dat ze massaal aanwezig zullen zijn. Aangezien het aantal bussen dat al is ingelicht. En ik hoop jullie allemaal te zien in de early rave area.